Goeiedag volk, kom op pad. Hij doet zo langzamerhand weer deur, de nachten wordt langer, de dagen weer korter. En dan moeten mensen wat verzinnen om toch een beetje actief te blijven. Want ja, het moet toch wel een beetje in beweging blijven. En dan komen de feestdagen eraan. Ja, dan moet je een voorbereiding voor hem. Gooi een paar mensen tegen, op de hoek. En die weet wat het is, de winkeliersvereniging. En die gaat het een en ander uitleggen. Wat gaat gebeuren in de maand december. Ik weet het niet. Ik geef het woord aan Jarno en Henita. En dan vraag ik aan Jarno. Jarno, vertel eens kerel, wat ga je doen? Nou, we hebben in december hebben we altijd de decemberactie. Dan kunnen mensen die kunt, een bonnetjes krijgen bij elke 25 euro aan boodschappen halen. En dan wordt er een prijs uitgetrokken. Dan kunnen ze mooie prijzen winnen. En we hebben ook nog de Moonlight Shopping in de. Ja, maar wacht even. Eerst even. Die winkels, doet alle winkels met? De meeste winkels wel. De meeste winkels doen met van Tobi. Niet allemaal, maar de meeste wel. Want 25 euro, dat is een bode geld. En dan krijg je één bonnetje? Dan krijg je één bonnetje, ja. Dat, hè? Tot 25 euro. Bij een euro krijg je ook al een bonnetje. Kijk, dat wou ik doen. Ja. Ik denk, hij zegt het niet, maar hij zegt het wel. Zeker weten. Dus ook met een euro komt er een bonnetje. Met een euro kun je al een bonnetje krijgen. En dan kun je al een prijs winnen van 150 euro. Wat is die prijs van 25 euro? Hè? Wij geven 3 boodschappenpakketten weg. We geven 3 winkelierspakketten weg. En 2 keer een minuut gratis winkel. En dat door de boni en de plus. Die minuut gratis winkel, dat lokken we. Dat is zeker mooi. En zo op de muiten heeft het er weer. Een minuut, wij praten altijd over een minuut, Jan, hè? Is een minuut langer? Een minuut, ja. Is die langer? Soms wel en soms niet. Nou ja, als ik nog bij jou in de slagerij, mag een minuut gratis winkelen? Heb ik dan een half varken bij elkaar of niet? Nou, dan geloof ik ook wat, ja, weet ik niet. Ik geloof wat langzamer dan toch. Het is in ieder geval heel belangrijk dat de mensen komt. Zeker. Dan ook nog die andere. Die Moonlight Shopping, of wat is dat? Ja, Moonlight Shopping. En dat is een soort markt op de hoek eigenlijk. De winkeliers, die hebben dan de kraam voor de winkels aan. Dan daar kunnen ze dingen verkopen. En ja, dat is een beetje ander vult nou met andere marktmensen, zeg maar. En wat gaan jullie doen? We gaan natuurlijk hele leuke acties organiseren, altijd ook vanuit de winkel. En wij hebben ook een kraam op buiten staan. Dus dat is met kerst erop? Jazeker. We moeten de sfeer erin brengen, want ja, dat het is een winter. Er moet wel een hele mooie sfeer zitten. Ja, maar dat komt er. Absoluut. En ik hoorde dat het dan ook een beetje drok is op de hoogie. Dan is het wel drok op de hoogie. En gezellig drok ook. Maar je hebt er muziek alles bij. Dus. Ja, we hebben verschillende koren er staan. En, nu wel eens een paar. Scotty Morris. Ja. Fields of Fun. Nou ja, Janno heeft zien in. Slagwerkgroep. Slagwerkgroep. Oh, wacht. Ja. Slagerij van Janno. Ja, zo kun je het ook noemen, ja. Dat giet het aan zien. Dit wel aan. Ja, het is de slagwerkgroep van Juliane de Bezuin. Ah, kijk. Maar dat had net zo goed slagwerk van Janno kunnen. Had het kunnen. Wat was die? En wat heeft verder nog vraagjes? Eigenlijk alle ondernemers die organiseert voor zichzelf, zeg maar, ook verschillende activiteiten en acties in de winkels. Nou, er komt maximaal, denk ik, 60 kram ongeveer. Hè, wat er dan, Ik vind dat zo goed. Het is allemaal, het lukt allemaal zo. Als je een van de buitendorpen hebt, dan is het ook wel het enige wat ook heel erg actief is qua middenstand. Hoe lukt dat? Hebben jullie elk jaar een aantal keren overleg met elkaar? Ja. En is er nou nooit geen oneenigheid? Je bent natuurlijk niet altijd met elkaar eens, maar echt ruzie is er. Nee, dat is er niet. Hè? Maar absoluut. Het is wel zo wie dat het overleng is. Ja, dat ja het zeker. Met maar we doen het eigenlijk allemaal samen. We hebben ook altijd een vergadering natuurlijk, meerdere keren. Maar we hebben, zeg maar, zoals voor de Moonlight Shopping, is er een groepje van 3-4 personen die dat organiseert. En dat is we hebben dan ook nog een Ladies Night. Dat is altijd in april. Dat is dit jaar, of aankomend jaar, 12 april. Maar dan hebben wij. Ik snap het. Nee, echt. En niet dat mijn minuut lang. Wat is nou een ladies night? Een ladies night, ja, maar dat is allemaal voor vrouwen, hè? Ja, nee. Ik begreep het altijd wel. Jan vroeg, Jan giet er ook naartoe. Dus het is niet alleen voor vrouwen. Nee, maar toen maar, de man komt wel met, want die vindt het natuurlijk allemaal beren gezellig met al die vrouwen, hè? Nee, maar wat doe je dan, zo'n ladies night? Wat houdt dat in?
Nou ja, dan hebben we ook weer hele leuke acties. Dan gaat ze, zeg maar, kunnen ze een metamorfose kunnen ze winnen. Ja. Sorry, mijn kind kwijt. In de januari. Wat wordt er nog meer dan? Met de Ladies Night? Ja. Nou, eigenlijk is het hetzelfde beetje als de Moonlight Shop. Je hebt ook allemaal acties en krom voor de winkel staan. En ook weer muziek erbij. Ik ben er ook weer bij met de slaapbare groep. Kijk. Dus ja, dat is het eigenlijk met Ladies Night. En een hardloop was er die bovenhangen? Nee, die zit er nog niet bij, maar misschien is dat een idee. Sorry, wat zei je? Een hardloopwedstrijd. Ja, dat weet ik niet, als dat er wel in past. Nee, niet waar. We kunnen al die proberen, we kunnen dit. We hebben een groep gehoord natuurlijk. Misschien is het een idee om dat te doen. Dan hebben we er nog een. Wat heb je nog meer? Jullie organiseren 3 dingen volgens mij, of niet? Ladies Night, Moonlight Shopping. Nee, 2 dingen. En een decemberactie. Ja, decemberactie dan. Ja, de jaarmarkt is er natuurlijk ook nog, maar dat is van de activiteitencommissie het hoekie. Die regelt dat. Dat is niet last van de winkeliersvereniging. Maar wij doen er natuurlijk allemaal wel aan mee. Hè? Met een kromme met leuke acties. Maar dat is wel buiten de winkeliers. Hoe wilt jullie dat bedrijf zo dichter bij elkaar? Dat overleg zo dichter bij elkaar? Nou, wij hebben gewoon sowieso een app met elkaar. Waar als wij in overlegd. En wij hebben gewoon 3 of 4 dorms in het jaar. Dat wij bij elkaar komen, dan komen wij om 8 uur bij de plus of zo samen bij elkaar soms. En dan wordt en dan, die ideeën wat... Daar overleggen wij met elkaar, dan komt die ideeën, komt daar wat los. En dan overleggen wij, nou, en niet dat je dat doen, ik ga dat doen, Jetsen ga je dat doen, bijvoorbeeld, wie wilt. En zo overleggen we met elkaar. En dan komt dat altijd hartstikke mooi te staan. Ja. Dat kost een boel tijd. Heel veel tijd. Dat is allemaal vrijwillig. Ja. Dus, vrijwillig, zeg maar, wat IOMT erin besteedt. Maar goed, dat heb je er ook wel voor over. Hij dat zo samen met elkaar, de schouders eronder en misschien hoe iets leuks hij er neer kunt zetten. En hij dorp zo leem de hold. Dat is heel belangrijk. Het is bekend dat er altijd de bulde volk kwam. Ja. Dat is gewoon bekend. Hoe doen jullie dat? En heb jullie dan achteraf ook zoiets van, eigenlijk ben je blieden dat zo bij is? Nou, ik niet. De stress een beetje eraf? Nee, ja, je bent altijd wel blieden natuurlijk dat als het allemaal weer goed verlopen is. Ja. En dan kun je weer terugkijken op echt een leuke arm, zeg maar. En dat als de reacties allemaal positief bent, dat ze een leuke hand had hebt, hè, met de leuke acties en Kun je nog een actie nemen wat echt eruit springt? Wat echt eruit springt? Ja, wat echt een beetje, zeg maar, aans is ernaast. Nou, het zijn allemaal bijzondere acties eigenlijk. Ik kan nog niet echt ook wat opnemen van dat is aans als aans. Nee, maar ze bent wel heel, heel bijzonder. Wat kijk je jullie altijd het meest naar uit? Ja, hoe bedoel je dat? Nou, gewoon in het feest, in de gehele actiegroep. Nou, ik vind de moonlight shopping om vind ik altijd het mooiste. Dat is mijn één. Dan, hè? Dat vind ik zelf het mooiste. Ja. Dan zit hij wat in de wintersfeer, de kastsfeer, zeg maar, weer wat. Mensen die willen soms ook hem gezellig op uit. Je hebt mooie kastverlochting op de hoekie. Weet je wel, dat heb ik meer met Moonlight. Maar ja, misschien kan je even niet dat meer met Ladies Night, dat weet ik niet. Nou ja, nee, maar daar heb je een punt. Want we hebben nu ook naar je kerstverlichting in de boom. Maar we hebben het nog niet gezien. Dus dat is wat 1 november. Jazeker. De 1 november wordt het officieel geopend. En dus ik ben ook heel benieuwd. Kijk, maar dat maakt het natuurlijk totaalplaatje wel sfeervol. Maar ik, ja, zelf help ik altijd mee met de Ladies Night, de organisatie. Ja, dat vind ik ook wel weer wat hem. Ja. We hebben weer 1 ding die er noemt, toch maar weer dat ik noem. De dorms. Ja. Ja, nou. De dorm. Van de Moonlight Shopping. De Moonlight Shopping is op 24 november. Ja, en de Ladies Night? 12 april. 2024. Kun je tussentijd naar een bij komen? Kun je bedenken wat ze. Die Ladies Night. Precies. Hey, dat wordt wel, hè? Janno, hij nog. De datum, als hij zegt, hij doet nog een aanloop naartoe, want wanneer begon die acties? De acties van de winkeliersvereniging? Dat is vanaf 1 december. Dat is vanaf 1 december. En dat loopt helemaal in december door. Ja. En dan hebben ze op 2 of 3 januari ze de trekking ervan. En dan 5 januari dan wordt alles in de vloeren gedeen shop, zeg maar. Daar wordt de prijswinnaars allemaal bekend te maken, komen ze hem op de foto met elkaar. Ja, precies. En dat, precies. Kijk, en dat is eigenlijk, dat, wel in het verleden deden we dat ook elke week van december, zeg maar, met de bovenaf een stap. We doen gewoon de hele maand december, kunnen ze mooi alle bonnen gezinnen hebben. En dan in januari gewoon de trekking.
Nou, kijk eens. De man moet weer gevuld. En die kunt weer uitkijken naar een hele mooie feestdag. Dus dat doen wij. Janno en Anita, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ik hoop dat jullie het allemaal duidelijk gemaakt hebben. En dat er geen parkeerplekken meer te vinden is op alles wat. Dat hopen wij ook niet. Dus hartstikke bedankt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Jongens, dit was Kom op de Pad voor deze week. Graag tot de volgende week. Mooie.